Pine, Ahi, Pineapple, dus de wedstrijdplant. Dus ook een gigantisch grote plant, want als je een beetje aan de zijkant kijkt, dan zie je dat daar een andere plant staat. Daar. En dat is mijn Purple Flash en hij is gewoon ontzettend klein. Dus vooral tegenover deze. Deze plant bevat nou ongeveer een kleine 600 knopjes, misschien iets meer. Maar het is gewoon heel slecht weer buiten en heel veel mensen hebben problemen met planten, inclusief ik. Het waait hard, het regent te veel en de kluit of de plant is continu vochtig en dat veroorzaakt gewoon veel problemen. En daar wilde ik het vandaag een beetje over hebben, want ondanks dat peperplanten redelijk tegen vocht kunnen, beter dan tomatenplanten, het zijn planten die gewoon nog steeds problemen veroorzaken als ze gewoon te natte kluit hebben. Ze houden niet van te droge kluit, maar ze houden ook niet van te natte kluit. Dus, en anders krijgen ze gewoon continu problemen. En een van de problemen is, vooral bij peperplanten zie je dat heel snel, dat de planten gele bladeren aanmaken. Dat zijn deze. En dat lijkt op stikstoftekort of magnesiumtekort. Maar het kan ook gewoon zijn dat de kluit nat is. En de plant kan dan zijn voedingsstoffen niet opnemen. Omdat gewoon eigenlijk alles uit de wortels gespoeld wordt, of uit de kluit gespoeld wordt. En gelukkig heeft deze plant er weinig last van, omdat ik, dit is mijn wedstrijdplant, dus ik hou deze gewoon regelmatig uit de regen, regelmatig uit de wind. Want ik wil gewoon dat deze optimaal groeit. En ja, ook al is deze plant huge, want jullie zien hoe groot mijn kast op de achtergrond is, die 3 meter breed is. En deze plant die neemt gewoon meer dan de helft in beslag, dus hij is gewoon echt gigantisch groot. Hij staat ook in een flinke pot trouwens, dat is 30 liter, maar het had veel groter gekund. Dit jaar is gewoon vreselijk qua weer. Het is gewoon te nat en te weinig zon. Dus heel veel mensen hebben nou gewoon op dit moment problemen. Daar moet ook gewoon rekening mee gehouden worden. Planten hebben meer voedingsstoffen nodig of ze hebben meer controle nodig over hoeveel voedingsstof wat in de grond zit. Want er wordt gewoon een hoop weggespoeld. Gele bladeren is ook serieus een probleem met deze soorten, vooral bij de Ahi pineapples, omdat die zichzelf opofferen om vruchten te produceren. En dat zullen we duidelijk zien met de plant die in mijn tent staat, want die is helemaal zichzelf op aan het offeren om. Ik ben nou continu voeding aan het geven. Hij heeft beendermeel, hij heeft een extra bloedmeel gekregen, extra kippenmest. Gewoon om die stikstofgehalte omhoog te halen, want als je een te laag stikstofgehalte hebt, dan zie je ook gewoon dat de plant zichzelf gaat gewoon opofferen om alles gewoon te produceren. En peperplanten, tomatenplanten zie je dat heel vaak. Bladeren worden geel, ze zien er heel erg slecht uit. En dat is gewoon puur omdat ze alle energie van de bladeren naar de knopjes sturen om vruchten te produceren. Dat de pineapples en de lemon drops daar heel veel last van hebben, want het zijn gewoon hele gevoelige planten. En zoals jullie waarschijnlijk niet kunnen zien, omdat gewoon de camera te ver op de achtergrond staat, maar er zitten gewoon heel veel knopjes in deze plant. En het is ook gewoon echt de bedoeling dat deze gewoon heel veel gaat produceren. Schat deze plant in op tussen de 500 en 600 vruchten. Dat kan altijd nog veranderen, want als ik gewoon te veel stikstof ga geven of wanneer de plant te veel problemen heeft, dan laten ze knopjes vallen. En dat zullen ook heel veel mensen op dit moment meemaken. Ondanks dat ik heel veel vruchten buiten heb, en dat komt gewoon omdat ik gewoon continu met die voedingen spelen ben om die fosfaat en de sulfaatgehalte en kaliumgehalte hoog te halen, is het nogal lastig om heel veel vruchten aan de plant te krijgen. Want wanneer het nat wordt, zie je gewoon dat een peperplant zijn bloemen afstoot. Gewoon om zichzelf te redden. Wanneer te veel stikstof in het systeem zit, stoot hij ook zijn bloemen af, dan stoot hij zelfs zijn vruchten af. Dus ja, het moet continu gecontroleerd worden en ik kan het niet voor andere mensen doen, dus dat moet ik echt zelf doen. Maar ja, je kunt gewoon je vinger in je grond duwen en je weet zomaar of je kan beoordelen of die voeding genoeg heeft. Dat is gewoon simpel weten om naar de bladeren te kijken. Heb je gele bladeren, dan moet er waarschijnlijk ijzer, stikstof of magnesium in zitten. Bij mij op de groep heb ik foto's geplaatst. Het zijn hele simpele illustraties, maar ze zijn behoorlijk effectief. Want er staat van allerlei deficiencies op, dus bladproblemen enzovoort. Als je ze gewoon uitprint, heb je ze dus eigenlijk gewoon altijd bij de hand. Het is echt gigantisch. Dus ik moet continu bijvoeden en ik moet continu water controleren. En er zijn momenten dat ik gewoon te veel geef en dan zie je gewoon die plant gewoon.
dan kun je heel makkelijk de voeding uit de kluit spoelen. Door gewoon weg gewoon emmer water over die kluit heen te gooien. Maar dan is die kluit weer te mat. Dus hou het beperkt, maar geef net... Dus we gaan nou even naar de tent en dan laat ik het daar even in de tent. Ja, de tent stel je normaal gesproken niet zomaar op. Het is gewoon ook werk. Ik heb het alleen gedaan voor deze plant. Want dit is mijn Ahi pineapple, dat is een van mijn favoriete soorten. Alleen dit soort is zichzelf op en offeren om de vruchten die er aan zitten. En ja, er zitten vruchten aan. Zoals jullie hier kunnen zien. Om die af te laten rijpen, zodat de plant in ieder geval zijn vruchten heeft geproduceerd. Dat is een natuurproces. Het komt misschien niet heel goed over op camera, maar ik zal proberen om een duidelijke foto te maken en hier aan toe te voegen. Dus zoals jullie zagen op de foto, deze plant is zichzelf op en offeren. En het is redelijk normaal voor dit soort. Iedere dag water aan het geven. En ik heb er een sensor in zitten die in ieder geval bij kan houden of water optimaal is. Dus hij drinkt nog wel, alleen ja, de bladeren zijn dus echt naar de grond aan het gaan. En dat is ook gewoon wat ik mensen wil duidelijk maken. Ieder jaar zijn er wel een paar planten waarvan gewoon schade is. Het is een mooie hobby, maar je moet er niet van uitgaan dat alle planten perfect groeien. Ook al ziet het eruit op die groep of iedereen perfecte planten heeft, dat is gewoon echt niet zo. Er zijn altijd planten die gewoon niet goed groeien, gele bladeren hebben, te veel voeding krijgen of te weinig voeding krijgen, te veel water krijgen of te weinig water krijgen. Er is altijd wel wat. En er zijn ook echt gewoon serieus planten die zichzelf opofferen. Ahi pineapples, de Ahi's staan er echt onbekend. Dus mensen moeten daar gewoon echt rekening mee houden. Het is gewoon dat gewoon de kluit te lang vochtig is geweest, heeft de plant echt serieus problemen ontwikkeld in de stam. Omdat hij een gespleten stam heeft, kan die overal energie heen. Je ziet aan deze kant is het redelijk groen, daar gaat het wel. Aan die kant is echt gewoon van alles geel. Maar dit is gewoon ja, stikstoftekort, magnesiumtekort, ijzertekort of iets in die richting. Je zult er nooit precies achter komen, maar als je alle drie die groepen tegelijkertijd aanpakt, dan help je meestal wel planten om te herstellen. Ik hoop dat deze in ieder geval herstelt. Beter gezegd, ik hoop gewoon dat ik de vruchten kan oogsten en daarna doe ik de plant gewoon weg. De wedstrijdplant aantekenen, die zal ik waarschijnlijk overwinteren, want dit is een wedstrijdplant en die is gewoon gigantisch. En het volgend jaar zal die nog meer produceren. Dus het jaar is gewoon een slecht jaar voor peperplanten. En of mensen hier in Nederland in ieder geval. Maar ja, Nederland is een nat land. Dus. Maar dat was het. Dus tot de volgende keer.